Yo YouTube, ik zit hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets heel leuks doen. En kijk, het is wel iets speciaals. Het is eigenlijk niet speciaal. Ik heb het al een paar keer gedaan. Maar ik vind het super leuk om te maken. Ten eerste, ik weet niet of jullie het hebben gezien. Maar er zit weer zo'n verschil tussen mijn tanden. Dus het is alsof er een stukje gewoon weggetoverd is. Ja, heel veel mensen in de comments ook door. Dus ik dacht, ik vertel jullie even kort, heel kort hoe het komt. Ik bijt nogal veel op mijn tanden als ik slaap. Dus ik heb er ook gewoon van gebeten. Dat noemt knarsen of zo. Dat betekent dat je gebijt op je tanden en slapen shit en dan ja, kut. Goeie, ze gaat terug naar de tandarts binnen een paar dagen. Dus binnen een paar dagen hangen die tanden weer helemaal recht. Goeie shit. Maar dus wat we vandaag gaan doen is comments lezen. Niet zomaar comments lezen, gewoon doen wat jullie zeggen in die comments en het een beetje leuk maken. Want ik zag gisteren deze comment van de enige echte peierman Wout. Leest hij zit eigenlijk reacties? Wel natuurlijk Wout. Ik lees reacties elke avond in mijn bed. Dan lig ik lekker onder mijn dekens comments te lezen. En dan lees ik zo en dan valt mij in telefoon en gezegd en dan ga ik dood. Dat is echt fucked up. Wat is ja, ik lees comments. Ik lees echt bijna elke comment die onder mijn video staat. Dus soms reageer ik dan wel eens onder die comments. Maar vandaag, omdat het een hele speciale dag is, zoals elke dag, omdat vanaf vandaag de ACID week begint. De ACID week is de week waarin ik 2 video's per dag ga uploaden voor 1 week lang. Dat is dus van 18 juli tot 24 juni. 7 dagen lang 2 video's per dag. 14 video's. Waarschijnlijk hou ik het niet vol, maar het is wel eens de uitdaging. En ik sta open voor uitdagingen. Dus dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog vandaag ook op het lezen. En ik ben ACID en ik zou zeggen, let's fucking go! Hey, look at this, look papier. Oké, let's go. Hallo dames en heren, like de video. De eerste comment die ik heb gekozen, die komt van de enige echte bij 2000 abonnees een video. Dat is echt zo weer typisch YouTube, maar oké. En die vroeg like als hij wil dat ACID een keer Pokémon Go gaat spelen. Ook al is dit zo een van de comments die ik echt haat en waar ik zwaar aids van krijg. Ik heb ook super veel zin om een Pokémon Go video te maken. En ik kan jullie nu wel eens tonen welke Pokémon's ik heb. Dit zijn mijn Pokémon's op dit moment en ja, dat is niet zo sterk, maar het is wel een begin. Ik heb nog niet zoveel kunnen spelen, omdat ik heel veel bezig was met YouTube en de servers. Dames en heren, de Pokémon Go servers. De servers zijn er niet eens. Ik krijg er fucking veel stress van. Servers werken nooit. Fucking Pokémon Go kak servers. Het zijn niet eens servers, dat zijn gewoon aardappelen of zo. Dus omdat ik nu toch 2 video's per dag upload, ga ik sowieso wel eens een paar Pokémon Go video's maken. Want hey, I'm the real OG Pokémon Go player. Ik heb Pokémon gespeeld op deze bad boy. Er zit zelf nog altijd een fucking Pokémon spel in. Fucking Pokémon Emerald. Dan heb ik ook gewoon een boekje met de rekste Pokémon kaarten ooit en maar echt ooit. En natuurlijk heb ik de serie ook gewoon fucking veel gekeken. Ik ben er zelf opnieuw naar beginnen kijken op Netflix. Wat doe ik toch met mijn leven? Dus ja, er komen Pokémon Go video's. En ik weet niet wat mijn lens aan het doen is, maar je moet gewoon scherp stellen. What the fuck? Oh, stel scherp. Wat is dit voor aids? Kutcamera. De volgende wow. Broccoli. In mijn vorige video had ik gezegd dat broccoli zo de fucked op groente was. Ik wil nu een hamburger met broccoli. En ik vraag me dus af, zo heel veel mensen zeggen broccoli op een andere manier. Broccoli, broccoli. Anderen zeggen broccoli. Oké, dat laatste zegt niemand, maar oké. Dus je hebt broccoli. 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 Ik lust niet echt graag broccoli. De volgende comment was van De Wijsters. En die vroeg, kan dat aan Frans? Maar weet je parle un petit peu français, mais c'est pas bien parce que c'est très difficile. Et je déteste français parce que c'est une langue stupide. Et j'aime le vin. Et le pain. Sorry voor mijn Franse kijkers als ik daar. Belgisch tweetalig, maar toch. Sorry, echt fuck Frans. Die taal is veel te fucking ingewikkeld. Nederlands is wel 1000 keer moeilijker, maar oké. Volgende comment is van papa's YouTube hoekje. Ik had mezelf beloofd dat ik hier normaal geen aandacht aan ging geven, maar het gaat er nu echt zwaar over. Ben benieuwd, hij zit maar dan dik bovenop een scooter. Comment slaat helemaal nergens op. Inhoud van de comment heeft ook niks te maken met mijn video. En toen ben ik eens gaan kijken op die guy's channel en toen zag ik dit. Papa en hij zit. Je wil die video niet zien. Die guy is gek psychopaat of zo. Zo iemand die leeft van geld, die je krijgt van de staat. Hij is een fucking pedofiel. Hij heeft allemaal enge video's op porno sites en hij doet allemaal enge dingen met kijkers en shit. Dit is zo, je hebt slechte YouTubers, maar dit is niet eens YouTube. Dit is echt gewoon pedofilie op YouTube. Papa doet hij, zit en zo. Echt fucking raar. Dan had hij ook allemaal rare video's. Papa de kat, chroma bak, vet hairwax. Vet fucking eng. Die guy moet echt van YouTube gehaald worden. Hij zal 10.000 keer van YouTube gehaald worden, maar hij blijft terugkomen. Hij is gewoon niemand wil het, maar het is er toch. Hij is gewoon het gezwel van YouTube. Hij is echt het gezwel van YouTube. Armo was right, Snapking, die behoren niet eens tot het gezwel. Zij zijn gewoon minder coole YouTubers. Maar die guy, dit is echt gewoon de
van YouTube. Niemand wil die guy. Niemand lacht om zijn video's. Zo fucked up. Ja, dus tot zover mijn flipje. Volgende comment is van Jelle Murai. En hij zei, er zit ook nog sla tussen. Ik let er nu eigenlijk pas op dat ik gisteren in mijn video had gezegd sala. Wat is? Ze hebben er ook nog sala bij gedaan om het nog een beetje gezond te maken. Maar dat helpt niks. Die sala is gewoon ook vettig geworden. Die sala is ook gefrituurd. De meeste mensen zeggen sla of salade. Ik zeg sala. En mijn lens is echt fucking moeilijk aan het doen. Ik weet niet waarom. Maar het is sala. Sala! Volgende comment is van Randy van Polen en Pittel. En die comment is van 7 maanden geleden en hij zei, Ace, toen is een prank al. Waarschijnlijk in de tussentijd van 7 maanden kijkt deze guy niet eens met mijn video's, maar oké. Ik ga wel eens een prank al doen. Nu! Ik heb 2 katten, de oudste heeft kanker, iets in haar oren gezwel of zo, maar ze is te oud om het laten weghalen, dus ja. Ik ga die kat gewoon nog een leuke laatste dag geven en als het erg wordt, dan geven we haar gewoon een spuitje en dan is het gedaan. Die kat heeft kanker en ik ga nu mijn mama prank al en zeggen dat de kat dood is. Yo mama, de kat is dood. Let's go. Hallo? Mama? Ja? De grote kat beweegt niet meer. Wat? Ik weet niet, ik heb haar net een keer geport in haar buik, maar ze beweegt gewoon niet meer. Maar je mag haar niet porren, nee? Nee, maar ze doet niks. Waar ligt ze? Op buiten, zo gewoon beneden. Is Pieter thuis? Nee. Toch maar niks zien, ze gewoon aan het lopen zien. Maar ze beweegt echt niet. Die beweegt niet meer. Gewoon, niet. Normaal duw je haar en dan schiet ze wakker, maar nu is het echt gewoon niks. En dan je streelt. Ja, niks. Echt, het is echt gewoon nul. En ligt ze in de zinnen? Nee, ik denk dat ze dood is. Trek ik een foto van u. Foto? Stuur het door, mama. Je wil dat ik een foto neem? Ja. Moet niet iets bellen of zo? Nee. Oh, jawel. Straks is die kat dood. En wij hadden toch om weer beroofd, niet schat? Het is een grapje. De kat is niet dood. Maar zeg, ik vind het niet voor het lachen. Heb je niks anders voor te doen? Jawel, sorry. Ik vind het niet grappig. Holy shit. Tot zover prankallen. Die andere YouTuber zat er een ouders prankallen aan. Let's go to the next comment. Ik ga zoveel haat krijgen omdat ik dat net heb gedaan. Kat leeft nog hoor, dames en heren. Volgende comment is van Fate Piddlebeer. En zij zei, je krijgt geen puisten van fastfood. Mijn huiddokter zei dat. Wel, Fate, dat is wel zo. Van vettige dingen krijg je gewoon puisten. Je huid wordt daar vettig van, dan ontsteken die dingetjes en dan krijg je puisten. Zeg maar tegen je dermatoloog. Fuck you. Maar natuurlijk, in de comments, als iemand zo'n comment zet, dan heb ik natuurlijk altijd trouwe kijkers. En die reageren daar dan op. Je krijgt puisten van vet eten, domme kut. De comment-sectie is echt een geweldige plek. Gewoon lief, vriendelijk. Iedereen doet leuk tegen elkaar. Nee, serieus, dit is de reden waarom ik graag comments lees. Het is zo grappig om mensen agressief te zien reageren op elkaar. Oh, I love it. En tot zover episode 3000 van Acid leest comments. Vond je dit nu leuke video, smet je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen tot de volgende keer. Like deze video. Als jullie dit leuk vonden, dan kan ik dit meer doen. Ik doe het sowieso meer. Ik zeg van wel, maar eigenlijk doe ik het nooit. Tot de volgende keer met meer weer. Ik ben Acid. Ja, joe, poep, 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 poep. Ja. Kus is het cap. Je hebt 2 capjes en... Holy shit. Dit is niet meer menselijk. Dit is echt gewoon...